Op zondag 4 december kwamen veel Zomerenaren en mensen van ver daarbuiten hun laatste frietje en snack eten, gebakken in de frietkraam van Henny Vermeulen. Het werd een historische dag. Henny, heb je even tijd? Heb je echt tijd? Ik heb geen tijd. Henny, waarom stopte je? Omdat ik oud genoeg ben. Hoe oud ben je? Ik heb 6 klassen lagere school gehad en 39 jaar gewerkt. En dan is het tijd om te stoppen. Ja. En waar is er al naartoe? Al een half jaar. Ja. Dus je bent er naartoe om te stoppen? Ja. Of is er al die mensen hier? Ja, of is het voor nodig? Iedereen houdt dan een keer op mijn werk. Ja, maar hun vloer is iets apart, hè? Nee, hun zijn ook allemaal apart dat ze hier komen. Ja? Ja. Hoe gaat het nou verder als hier die frietzaak weg is? Ja, dat weet ik niet. Het leegplein is blijkbaar mooier en nuttiger voor de klanten. Dat is hoe heet, hè? Klantvriendelijkheid, ja. Het consumentenbelang niet, hè, ja. Dat dat plein hier leeg is. Dat vinden de, sommige mensen vinden dat belangrijk. Ja, dat is politiek, hè? Ja, dat weet ik niet. Is politiek zo? Nee, politiek is zo niet. Dat is iets anders, dat is toeval. Hoe kijk je terug op 40 jaar frietbakken hier van Zomeren? Ja, heel leuk. Heel veel mensenkennis opgedaan. Gisteren haalden ze hier een blik bokworsten weg. Ik hoef maar te zeggen, gewoon terugzetten. En elke keer ruzie maken. Die stand kan ook gewoon zo oplossen. Niet boos worden. Gewoon terugzetten. Ja, meneer. En wie is aan de beste kant? Dirk. Dat weet ik niet. En wat gaan we nou doen als je daar klaar bent? De beste kant hebben. Wat ga je dan volgende week doen als je een weekend vrij hebt? Een schoefelen, een toren zaaien en met een tractor rondrijden. Hobbyboer worden. Heb je vandaag genoeg friet ingeslagen of niet voor vandaag? Nee, ik denk dat het ophakt. Ja? Dat ziet er vanavond wel. Hoe laat ben je open vandaag? Het mag tot 2, maar het zal wel 4 worden. Pieter van der Moosdijk, een van de medewerkers van de frittent van Henny Vermeulen. Wanneer ben je hier friet gaan bakken, Pieter? Ik ben 1979 begonnen, toen was ik 14 jaar. Ja. 14 jaar? Ja. Hoe ben je terecht gekomen? Hoe ben ik hier terecht gekomen? Ja, je ziet dan allemaal als een baantje, een bijbaantje. En het was op een gegeven moment, ik was 13 jaar, maar ik moest van zijn moeder moest ik 14 zijn. En toen zijn moeder dan gaat mij vragen. En op een gegeven moment mocht ik hier zaterdags mensen beginnen van 12-1 inleren, waar ik 14 jaar. Ja. En tot hoe lang had ik dan? Ik heb 12,5 jaar hier gewerkt, ja, tot 1991. Ja. Dan werk ik bij Henny's. Wat niet? Toen de tijd, hoe was dat? Ja, dat was gewoon super mooi. Dat was echt in die tijd van, moet ik gewoon zeggen, gezellig en nostalgie. En zoals Henny was, was gewoon mooi. Ja, ja. Ja. Joost, wanneer ben jij hier actief geweest? Ik denk dat ik een jaar of 14 was, dus het zal 2002 zijn geweest. Tot? Zo, 8 jaar verder, dus rond 2010. Wat was dat bijzondere werken bij Henny's? Ja, Henny is wel echt een begrip in de omgeving. Dus we kwamen daar natuurlijk ooit om een frietje te halen en dan mocht je daar opeens werken. Dus dat was gewoon heel erg leuk. Er was ook altijd iets te doen. Vooral natuurlijk die uren 's nachts, dat zullen jullie ook zien. Ja, dan komt iedereen hier en dan het is gewoon heel bijzonder om ervoor te werken. Wat was jouw mooiste ervaring hier? Oh, ik heb... Ik weet niet of het al uitgezonden mag worden. Er gebeurt natuurlijk ook wel eens ooit iets wat de zoutpot wordt gestolen. Of het is ook altijd een vaste groep die komt en dat maakt het wel heel gezellig. Jongens, mens, je bent nog veel eerder. Ja, ik zei net, ik moest even nadenken. 1977, 78, in die periode heb ik hier gewerkt. Hè. Zat de Engel hier nog als café hier tegenover. De bussen stopten hier nog. Dus je had veel aanloop. En ook een beetje de vaste klanten. Toon van Dijk, de schilder, vaste tarief. Zo elke zondag kwam hij mooi zijn frietje halen en zijn kroketje. Ja. Nee, dat zijn toch wel mooie herinneringen, ja. En met Henny werk, Henny, ja, dat was ik bakkers. Dus en dan, toen hij begon, dus vroeg hij van, is dat ik voor jullie om hier te komen werken? Ik ben nou op een kreeg, maar dat is heemkundig, heel belangrijk. Het is voor Zomeren een heel belangrijk moment. Ja, dat klopt, ja, want er ging hier toch iets verdwijnen. Er is, of er nog ooit terugkomt, dat weten we niet. Maar er is toch ook gewoon in dorpsgebieden meer, die frietwagens zie je niet meer. Hè. Het is allemaal voor het vast en dit is echt nostalgie, ja. Je hebt nog gewerkt in de frietzaak toen we die houten planken er langs. Ik heb nog met houten planken, maar hun ook nog wel. Ja, allemaal nog. Dus dat was echt de echte nostalgie, zeg maar. Hè. En dat is altijd mooi. Het is altijd kei mooi geweest in de baantje werken. Ja. En net zoals het was s'avonds laat, dat is ook weer iets unieks. Want er ging echt heel laat deuren tot zeg maar, de cafés waren leeg. En dan kwamen ze nog even de maagversterkers doen. Ja. Laurens Boerkamp, wanneer heb jij gewerkt hier? Nou, ik moet ook echt nadenken, maar ik denk 1989 rond die koers dat ik begonnen ben.
als jong manneke? Ja. Ik kende Henny vroeger van het voetballen. Henny is mijn trainer geweest in Zomerhei. Zodoende kende ik Henny al. Dus toen reed ik nog in zijn gele Ford Transit kwam in het Zomerhei. En zodoende ken ik Henny eigenlijk al heel lang. En ben ik hier ook mijn bijbaantje begonnen. Eerst. Dat is de beste frietzaak van Zomeren, maar ook omdat het beste friet is? Ik ben altijd hier blijven komen. Ik heb mijn frietje in het weekend nooit ergens anders gehaald. Of Henny moest er door de week ooit niet zijn, dan ging ik ergens anders frietje halen. Maar in het weekend, standaard tarief, bij Henny de friet halen. Ja. Ik denk nou heel veel Zomerenaren in een zwart gat vallen of niet? Waar moeten ze de frieten gaan halen? Dat is... Nooit ergens anders geweest? Nee. Ja, ik denk dat de rest heel blij ermee is. Dus dat Henny ermee stopt. Maar ik denk dat de rest het ook echt jammer vindt dat hij stopt. Want het is toch een begrip hier in Zomeren dat Henny... Dat er mee gaat stoppen na zoveel jaar. We staan druk als normaal, of niet? Op deze tijd? Nee, om 4 uur gaat het luik open, standaard tarief. En dan staan er altijd al mensen te wachten in de auto totdat Henny open doet. En tot s'avonds laat en toe, vroeger tot 3:30 hebben we hier nog het luik ooit dicht gedaan. Totdat de gemeente het helaas niet meer goed vond en moesten om 2 uur het luik dicht. Maar er zijn hier menig frietjes gegeten door iedereen. Ja. Kart Wijnen, jij bent een van de vele ex-personeelsleden. Er zijn er sowieso heel veel geweest, Harry, dat klopt. En ik heb hier jaar 4 gewerkt. Zal zijn geweest. Van 95 tot 99. Ja, toen waren een jong manneke. Ik weet nog goed, stond ik te trainen een keer een donderdagavond. Stond Henny Vermeulen langs de kant. Ik zeg, Henny, wat doe jij hier? Ja, ik zoek personeel. Ik zei, zeg je, wanneer kan ik beginnen? Ja. Komende zaterdag begint maar, zit hij. Dus zo doen we. Wat is nou zo mooi bij hem werken? Wat zeg je? Wat is nou zo mooi bij hem werken? Enerzijds, Henny, een bittere bas kan je niet hebben, denk ik. Zo handig als hij eruit ziet, zo is hij ook als bas. En gewoon de beleving, de sfeer hier, zo'n kruimke nostalgie, alles bij elkaar. Ja, je hebt 39 jaar hier gestaan, maar het personeelsleden dus valt best mee. De mensen zijn lang gebleven hier. Ja, ik moet zeggen, hij betaalde goed, niet onbelangrijk. Als manneke, kregen we al een mooi wat cashgeld en een zekske friet mee. Ja, dat waren, als je jong bent en je wilt op stap, niet verkeerd. En hij was gewoon goed voor zijn personeel. Dus, en het is nog leuk om te doen ook nog. Dus wat dat betreft denk ik dat iedereen wel lekker lang wil blijven. Ja. En daarom komen ze vandaag allemaal terug? Ja, de mensen komen allemaal terug. Ja, tuurlijk. Dat is gewoon om zo te doen. Stan van de Veken en Emma... Voormans, jullie zijn personeel van Henny. Wat betekent dat voor jullie als Henny stopt? Dat we onze baan kwijtraken. Ja. En het is gewoon heel jammer dat het zo snel al is gebeurd, zeg maar. Hoe lang werken jullie bij Henny's? Ik nou 1 jaar en 2 maanden. Ik ongeveer 2 jaar. Wat is er leuk aan bij Henny's werken? Je hebt een hele echte band met collega's, omdat je maar met heel weinig bent. En het is gewoon altijd gezellig en altijd lachen. Maakt wel mee. Ja, wat maak je dan mee? Ja, als je zaterdag 's nachts moet werken, die zatte mensen allemaal, maken wel mee. Dan zie je wel dingen gebeuren. Zatte mensen zijn gezellige mensen? De meeste gelukkig wel, ja. En die vertellen allemaal veel te veel natuurlijk. Ja, en de helft ligt hier dan op de grond. En zo gaat het. En Tillemans, hier gebeurt iets unieks, hè? Ja, niks en niks. Het is heel erg wat er gebeurt. Hè. Dus, hij stopt er weer na 39 jaar. Dus, en dan komt er niks meer aan de plaats, heb ik begrepen. Dus, Bent je de vaste krant geweest? Ja, veel hier gekomen. Ja. Dus, uit de kroegen dan hierin. Hè. Dus, heel zomer deed dat trouwens. Dus, En waarom was hij zo uniek? Omdat er ook allemaal zomerse mensen kwamen die moesten wachten? Ja, dat ook. Ja, Rotterdam, dat weet wel allemaal. Goed zat allemaal. Dus allemaal lachen en horen. Dus was altijd wel schoon. En van alle kanten kwamen ze. Hè. Van Hees, Mevalkensweert hebben we ooit meegemaakt. Busje vol, even. Want hier hebben we Henny kon zijn eigen friet eten. Dus was altijd schoon. En dan de zomer, dan gingen we ons een keertje bier halen. En dan bleef hier zitten tot een nieuwe service mee. Dus dat was wel geinig. Ja, dus. Is het iets meer een toeristische attractie of niet? Ja, zoiets. Ja, klopt. Ja, dus, maar wel goede friet, anders kwam ik niet terug. Goede friet, maar als je zo op net, dan smaakt alles. Hè. Dus, heel simpel. Hier allemaal gegeten al die jaren. Heel veel. Ja. Wat was nou zo bijzonder aan Henny's en friet? Ja, God, dat je hier altijd stip. Bedoel, weer of winter maakt helemaal niks uit. En God, samen. Komen van al die mensen die uit de kroegen komen, alle cafés, allemaal verschillend volk. Dus dan hadden we altijd op horen, lachen en zo. Dus, er zijn niet zoveel kroegen mee, dus je moet nou een eind lopen of niet? Ja, dat geeft wel. Dus,
Ja. Ook het feit dat je s'nachts gewoon nog lang open was, dat is natuurlijk wel fijn. Hè? Ja, dan 3 uur, dan moest ze bestellen, anders kreeg je niks meer. Hè. Ze ging dan bij me, dus dat was wel geinig. Ja. Gerard Joost is vaste prik? Nou, regelmatig. Ja, sinds gisteravond nou weer. Andere jaren niet? Ik denk ja, maar nou is het toch wel speciaal, hè. Het is altijd lekker hier op het plein een hapje te eten bij Henny. Goeie friet. En heerlijke friet. En het is jammer dat je het ophoudt. Wanneer kwam de eerste keer hier bij Henny's? Oh, dat is lang geleden. Dat was mijn moeder vroeger al als we van de bus halten. Toen stond hij nog door. Oh, dat is lang terug. En ben je al die jaren gebleven bij vaste klant van Henny's? Ik ben regelmatig bij Henny gekomen. Niet elke week, dat hoef ik niet, hè? Nee. Je moet zijn. Nee, daarom. Nee, ik wou wel heel lang kunnen komen, dus dan moet ik maar vrij regelmatig komen. Dus nou verdwijnt er gewoon een stukje historie hier, hè? Ja, ik vind wel. Ik vind een groot gemis dadelijk verzemmeren. Henny was Henny, hè?